Met een handjevol demonstranten liet de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod weten hoe zij denken over het Nederlands drugsbeleid. Wat weinig mensen zijn er gekomen. We hadden ook niet het idee om een massademonstratie het hele plein vol. Dat is ook een beetje uit de tijd, denk ik. Liggen de cannabisrokers nog op bed? Nou ja, of die cannabisrokers denken dat het hun tijd wel duurt. 23 Kamerleden luisteren vandaag naar 28 deskundigen. Onder wie Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Ook Dirk Bergman uit Eindhoven komt zijn zegje doen. Hij wil dat het cannabisverbod wordt opgeheven. Er komen nou allemaal maatregelen voor de voordeur, maar het probleem zit niet aan de voordeur. Het probleem zit aan de achterdeur. Dus vergeet wietpasjes, vergeet regels voor coffeeshops bij scholen, want dat is ook zoiets. Er mogen geen scholieren naar binnen. Iedereen die onder de 18 is, komt nooit een coffeeshop in. Dus dat is allemaal symboolpolitiek. Wij zeggen, hebben het nou over het echte probleem, vergeet die symboolpolitiek en ga snel kijken met andere Europese landen, waar bijvoorbeeld ook al decriminalisering toch in de mode komt, zou je kunnen zeggen. Ga met die mensen constructief aan de gang. De hoorzitting is een voorschot op het drugsdebat dat nog in de Tweede Kamer gevoerd moet worden.